hopen dat we zo'n het Valkis daarmee op de baan krijgen. Dus de mondvoerder van de vijf. Is het Schoonis? Is het Petjan? Maar is het gewoon genieten als die zometeen echt op zijn ziel moet? Als die een voorbeeldje optelt. Kortom, aan de overzijde is het zo'n record. Is het hard geroepen? Maar is het nu een betere schoten? Even naar die motor luisteren. Hangen, hangen, hangen. Zo lekker, hè? Zo lekker. Bloemen tot werk over. De bloemen van de Christmas. En hoor je die 16 in de dag gewoon hard ook bijdragen? Daar komen we zo meteen nog wel even op terug. Want die... Is het een optoeren van die dikke Mercedes P10 naar boven zijn? Dus blijf dan. Spelen full pools. Ze verdwijnen daar, hij komt nog wel een keer terug, denk ik. Vast wel. Mocht u hem tegenkomen hier op de trein, dan weten we waar het is. De FTF. Ja. De FTF in de Formule 1. De Rossi in de GP. Drie stuks. In een heel klein geesteskind. Dan heb ik het over de grote baas van Fiat. En een klein geesteskind staat hier voor de wagen. En daarmee blinkt aan de Formule 1. Is het Kurzorgetti in Peter Schuiten. Ik ga toch niet uit. Oh. Uitwerkhoven, inderdaad. Koos kan achter de pedalen de thuiswedstrijd voor dit team. Terwijl het een derde plaats is hier voor Jan de Hemmel, denk ik.
En kijk eens even naar de uitlaatskruis. Stuk daarboven, dat rechter achterwiel. Zeg Mats, die daarmee wil voor de tweede plaats verwijst. En daar valt ook allemaal niet zo heel ver van elkaar.